Het is maandagavond, 8 uur. Zoals u gewend van ons bent, tijd voor een gloednieuwe aflevering van Opinie. Mijn naam is Ryan de Gama en ook weer vanavond heet ik u van harte welkom. In de Nationale Assemblée zijn verschillende wetten aangenomen sinds kort die vooral de jonge mens moeten gaan beschermen tegen een aantal zaken. Zo is er een wet bijvoorbeeld aangenomen die het strafbaar stelt als volwassenen flirtig bezig zijn via social media met minderjarigen. Dus dan moet je denken aan een soort van seksueel molest, maar digitaal via social media. Ook het verspreiden van valse berichten via social media is sinds kort strafbaar gesteld. In hoeverre zijn jongeren hierop voorbereid? Dat is één. En hoe gaan jongerenleiders hiermee omgaan? Wat gaan ze doen? Wat gaan ze bespreken? En hoe gaan ze de jongeren aware maken dat deze nieuwe wetten sinds kort in onze Nationale Assemblée zijn aangenomen? Daarom praten we in deze aflevering van Opinie natuurlijk met niemand minder dan, kijkt u even met ons mee. De gast voor vanavond is Kelvin Konicki. Konicki is voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement. Verder volgt hij een masteropleiding accountancy aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Konicki is ook verbonden aan de padvinderij en wel op Latour bij de padvindersgroep van Pater Anton Donisi. Kijkers, Kelvin Konicki. Heer Kelvin Konicki, welkom in ons programma. Dank u wel. Het is voor mij een eer zeker om met u te zitten. Zeker voor, u bent zeker een van de jongere leiders die dus zeker dit gesprek met u aan kunnen gaan over die aantal wetten die zijn aangenomen sinds kort in de Nationale Assemblée. Ja. Die dus vooral helemaal uw doelgroep, de jonge mens, moeten gaan beschermen tegen een aantal zaken. Laten we met de deur in huis vallen. Ik hoor van een grooming. Misschien kunnen we alvast onze kijkers een beetje beginnen uit te leggen. Of de kijkers een beetje beginnen uit te leggen. Wat verstaat u onder grooming? Inderdaad. Nogmaals bedankt voor het feit dat ik in het programma mag zijn. Uiteraard zijn er in de afgelopen tijd heel veel wetten aangenomen om onze jongeren, onze kinderen te beschermen. En grooming is één van. Grooming is aangenomen in onze Nationale Assemblée met algehele stemmen. En dat juich ik toe. Ik denk dat we elkaar moeten feliciteren daarmee. Absoluut. Omdat die grooming inhoudt dat wanneer volwassenen ervoor kiezen om onze jongeren, onze kinderen op digitaal, via digitale wijze, via ICT, proberen uit te lokken met de bedoeling om uiteindelijk te komen op het punt van seksbedrijven met zo'n kind of te komen op het punt van seksueel molest. Ja. En nou, met welk doel denkt u dat deze wetten zijn aangenomen? Is het zo erg hier in Suriname dat dus de Nationale Assemblée, althans de initiatiefnemers, hebben gezegd, er moet zo'n wet komen? Ik denk dat het de verantwoordelijkheid is van any regering dan ook om ervoor te kiezen en ervoor te pleiten dat onze jongeren in alle tijden, alle hoedanigheid, zeg maar, beschermd worden. Ze hebben de taak. Wij ook als burgerij, wij hebben ook onze taak, maar de wetten worden aangenomen, zeker deze, om onze jongeren te beschermen. Mensen die met kwaadwillige gedachten rondlopen, mensen die ervoor kiezen om op momenten dat zij denken dat ze vanuit de afstand
zouden kunnen zitten of staan, you name it, om onze jongeren te lokken naar handelingen, je kan zeggen romslom, vervelende handelingen, handelingen die niet bevorderlijk zijn voor dat kind, enigszins zorgen voor stimulatie, enigszins zorgen voor de persoonlijke ontwikkeling, maar alleen maar dat kind een trauma achterlaten, dat kind brengen in een positie waar het leven, zeg maar, verder moet met een trauma of met iets dat dat kind bezig zou houden, dat wij ervoor kiezen, zeker zij die in de voorhoedersrolpositie zitten, om onze kinderen te beschermen, om erop toe te zien dat deze zaken niet voorkomen, om ze te beschermen. Dus het doel erachter ligt puur achter dat stukje bescherming dat we moeten creëren voor onze jongeren. Ja. Oké, mooi. Nu, zoals je weet natuurlijk, is het ook strafbaar gesteld om schokkende beelden te publiceren op het internet. In welke mate denkt u dat de jongeren zich hiervan bewust zijn? Want nu praten we niet alleen maar over grooming, dus het uitlokken van een volwassene digitaal naar een jongere toe, maar ook gewoon het plaatsen, wherever you are, maar het plaatsen van schokkende beelden, erg schokkende beelden, zoals erge gevallen in aanredingen en al dat soort andere soorten situaties, is ook strafbaar. Maar in welke mate denkt u dat die jongeren bewust van zijn? Nou kijk, het is iets dat vrij nieuw is. En als we komen op het punt van praten in wat voor mate, ik denk dat ik wil eerst praten vanuit een denkbare positie, omdat je zou het moeten gaan toetsen om exact te weten hoe groot dat is in percentage, als hoeveel ze dat weten, hoeveel ze dat niet weten. Maar vanuit de denkbare positie wil ik aangeven dat dat in beperkte mate mag zijn, dat jongeren van bewust zijn dat dit mag, dat schokkende beelden, dat bijvoorbeeld bij een incident, auto-ongeluk, dat je erop moet toezien dat het gaat om iemand, een persoon die daar ligt en de persoon ook familieleden mag hebben, de nabestaanden, allerlei, je zorgt voor een situatie waar zij heel veel moeten innemen, ervoor moeten zorgen dat ze ook verder moeten gaan in hun leven, maar om die beelden zo openbaar te maken of te publiceren via social media, dat je het voor hun niet goed overkomt. Dus we zijn blij dat dat ook in het leven is geroepen, dat schokkende beelden je op een andere manier erop moet meegaan, op een verantwoordelijke manier. En ik denk zo zeker dat onze jongeren nog meer ingelicht moet worden, dat we nog steeds moeten gaan werken aan dat stukje informatie geven, voorlichting geven en ze erop te attenderen dat dat heden ten dagen niet meer zo moet, maar op een andere manier ten voordele van ons allen. Oké. Nou, als trekker, als voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, u bent zeker een van de hele bekende trekkers van het jongerenbeleid. Ja. Hoe wordt dit in de praktijk overgebracht bij jongeren? Nou, vanuit het Nationaal Jeugdparlement hebben wij niet echt op een dusdanige wijze een traject nog kunnen uitzetten om deze wetten over te brengen bij de jongeren, dat ze rekening moeten houden. Daarvoor maken we nog steeds sterk om te kijken in welke fase wij dat zouden kunnen doen. Wat wel gebeurt is dat wij proberen in de kringen waar we komen, want we worden meestal uitgenodigd op scholen voor motivatiesessies, uitgenodigd bij tehuizen, buurtorganisaties, om onze bijdrage te leveren. Dus in die hoedanigheid probeer je altijd als jongerenvertegenwoordiger de vertegenwoordiging daar te doen en mensen erop te attenderen, zeker jonge mensen erop te attenderen van kijk, dit zijn de ontwikkelingen die zich hebben plaatsgevonden de afgelopen tijd en je dient dan gehoor aan te geven. Ja. Oké, ik kan me voorstellen dat u blij zal zijn dan als een van de trekkers van het jongerenbeleid met deze wetten die zijn aangenomen. Absoluut, min of meer. Ook laster, want ik zei een aantal wetten. Laster is natuurlijk ook een van de wetten. Die is ondertussen ook strafbaar gesteld. Dus het is een heel pakket van wetten in principe dat de Nationale Assemblée heeft aangenomen om vooral de jonge mensen te beschermen. Dus laster is ook een van ze.
ja. die strafbaar is gesteld. Denkt u dat jongeren, trouwens misschien voordat ik die vraag stel, moet ik misschien even kort uitleggen voor onze kijkers, voor de mensen die misschien niet precies weten wat laster inhoudt. Maar dus dat laster is dat je dus gewoon kwaadwillig de persoon gewoon, ja, zoals we het in de volksmond zeggen, zwart maakt. Ja. Waarbij de dingen eigenlijk niet waar zijn. Niet waar zijn. Eigenlijk je blakas maar zomaar of ja. je takwas aan zomaar vast, maar terwijl de dingen helemaal niet waar zijn. En dat kan natuurlijk heel erg pijnlijk overkomen als je dus gewoon dingen verkondigt en met feiten, jouw feiten volgens jouw feiten zit te gooien, terwijl dingen niet eens waar zijn. Ja. Dus dat kunnen wij dus zeg maar onder de noemer van laster plaatsen. En laster is ook sinds kort strafbaar gesteld. Maar denkt u dat jongeren ook, eigenlijk heb je daar al antwoord op gegeven, komt eigenlijk neer op hetzelfde van zijn de jongeren ook hiervan bewust eigenlijk. Hè? Want kijk, als we het hebben over social media, dan moeten we het niet onder stoel of banken schuiven, maar dat het merendeels de jongeren zijn die move op social media. Dus los van dat er gevaren voor hun zijn op social media van ouderen uit, maar dat zij ook voorzichtig moeten zijn met zaken die zij met elkaar ook doen op social media. Ik denk dat op het gebied van laster, dat juichen we ook toe. We hebben de afgelopen tijden kunnen merken, zeker via het platform Facebook, dat er enorm veel ervoor wordt gekozen om dat te doen. Met informatie te komen, misleading information, zeg men. Om een verhaal te creëren dat in principe niet zo is. Weet je, met de bedoeling dat bepaalde mensen het leuk vinden van oké, ik krijg een massa die sowieso in onwetendheid lopen. Voor mij is het leuk, is een kick, is een hype. Mm-hmm. Maar dat kunnen we niet doen en dat kunnen we niet hebben. En nogmaals, dat zie je ook bij jongeren, dat meer bij de jongeren plaatsvindt. Ook zie je hoe de manier hoe ze omgaan met de informatie op Facebook. Natuurlijk, kun je de meetmomenten zien, hoe mensen ermee omgaan. En je ziet dat trends worden gevolgd. Je ziet dat dingen makkelijk worden geshared, comments en noem maar op. En ik denk dat wij vanuit degene die in de positie zitten, zeker zij die het besluit kunnen nemen of op die wetten kunnen creëren, dat we naartoe moeten streven, dat wij ook via social media streven om onze jongeren op te voeden. Of voeden in de richting dat wij proberen wet en regelgeving erop te gooien. Dat wanneer je nou ervoor zou kiezen om op het gebied te gaan van laster, als je ervoor zou kiezen om niet de onjuiste informatie te delen met anderen, dat er consequenties zijn en dat we sancties zullen treffen. Mm-hmm. Dus ik denk dat we op dat gebied zullen komen. Tegelijkertijd zeg ik ook dat stukje informatie, mensen steeds weer bewust maken, dat niet de vorm is om te gaan met elkaar. Maar je zal vroeg of laat ook consequenties en sancties erop moeten gooien. Oké. Kijk, nou ben ik toch wel benieuwd, zeker als voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement. Maar hebben jullie misschien toch wel als organisatie, als jeugdparlement, want kijk, een wet is wet. Een wet is wet. Als je eenmaal de wet hebt overtreden, dan ben je in de problemen. De gedachte van, ik wist het niet, dat werkt niet bij een wet. Het is wet. Dus hebben jullie toch dan misschien, wat ik een beetje mis is, hebben jullie toch wel misschien een concreet plan van hoe jullie die jongeren het, zeg maar willen informeren. Hebben jullie misschien een concreter plan? Dus daar zeg ik, we zitten in de fase waar al deze wetten met elkaar worden we evalueren deze wetten met elkaar. We hebben nog niet echt de ruimte gekregen om al dusdanig op een plan te komen. Omdat de bedoeling is, wanneer je plan nou mag gaan creëren, dat wij proberen om op zo'n juiste te komen. Eentje waar we zeggen van oké, hiermee kunnen we weg en hiermee kunnen we naar onze doelgroep. Maar op dat moment zijn we nog niet beland. Het heeft onze aandacht. We proberen steeds weer te kijken hoe wij onze jongeren kunnen bereiken om ze te attenderen, te wijzen erop dat ook dit niet kan en ook
zaken als laster strafbaar is en dat je je niet mag begeven op dat gebied. Okay. Dus wij werken eraan en nogmaals, we proberen om op onze manier, op onze tempo, te proberen om de informatie te brengen bij jongeren. Ja, oké. Maar nu heb ik een andersoortige vraag. Als voorzitter, de wetten zijn aangenomen en jullie zeggen, jullie zijn dan bezig met een plannetje voor het uitzetten om te kijken hoe jullie de jongeren gaan informeren. Dat is dus jullie pakje aan. Maar even een sideline, als voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, dan ben je tussen de jongeren, met zelf een jongere, tussen de jongeren, voor de jongeren. Dan zie je enkele challenges, uitdagingen waarmee jongeren te maken hebben. Klaar. Komen er misschien andere wetten in uw hoofd op? Sowieso. Waarbij je denkt van eigenlijk moet er hiervoor ook een wet komen. Op het gebied van social media. Bijvoorbeeld. Ja, zeker. Als we kijken naar onze jongeren. In de afgelopen tijden hebben we gezien dat suïcide, zelfdoding aan het toenemen is. En het mooie van is dat we ook zien dat dat gedeeld wordt via social media. Dat wordt op een ongecontroleerde wijze gedaan. Het wordt op een wijze gedaan dat, waar we helemaal niet kunnen praten over structuur. Maar vanuit WHO, waar zij ons de technische assistentie geven op het gebied van gezondheidszorg en mental health, hebben zij ook aangegeven in een rapport waar ze zeggen dat zaken als zelfdoding, het publiceren van alleen maar het risico vergroot, dan dat je het helpt. Omdat wij dan aangeven waar de locaties zijn waar je in principe zou kunnen overgaan tot zelfdoding. Wanneer, wat je zou kunnen doen, de modellen die er zijn, weet je. Dat we dat ook aangeven door zaken vast te leggen en die te publiceren. Dus ook op dat gebied zou, denk ik hoor, dat het handig is om te proberen om te komen op het punt dat die informatie en dat stukje berichtgeving niet meer gedeeld wordt met de kinderen daarbuiten. Of met de samenleving, dat het in alle stilte wordt opgelost en dat we proberen om zaken op een andere manier aan te pakken dan te publiceren. Want je ziet hoe snel mensen ook ervoor kiezen om bijvoorbeeld, voor example, iemand te zien bij de brug in plaats van een helpende hand te geven, dat men eerder probeert te filmen om de situatie te hebben en de eerste te zijn om die likes te krijgen. Mocht het zo zijn dat bepaalde mensen dat doen met de intentie om like te krijgen, wat niet uitgesloten is. Dus op dat gebied denk ik dat we sowieso meer wetgeving erop moeten gooien. Ook dat stukje social media, we hebben al gesproken over die dat stukje van laster. Maar ook gaan kijken ook van dat stukje pesten, ook via social media. We weten dat zaken als binnen de LGBTQI+ community er nogal wat jongeren zijn die ervoor hebben gekozen of mensen die zich anders voelen. En dat stukje respect zou je ook moeten afgooien, dat wij niet proberen om via social media dusdanig te gaan pesten of ervoor te gaan kiezen om een heleboel negatieve zaken te gooien, zeker die richting. Dus we moeten proberen hoe wij ook op dat gebied kunnen werken naar dat stukje eenheid, naar dat stukje respect, naar dat stukje waarvoor mensen hebben gekozen, dat we dan respect erop afgooien. Dus daarop zouden we ook modellen moeten creëren, hoe wij kijken wanneer dingen te worden en wanneer er correctieve maatregelen getroffen moeten worden. Okay. Dus dat zijn ook de maatregelen die ik denk dat binnen de community ook vroeg of laat je wetgeving erop moet gaan gooien. Mooi, mooi. En overal, los van het onderwerp waarover we het vanavond hebben in deze aflevering van Opinie, maar gewoon overal ben ik ook benieuwd van u als voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, wat vooral de toekomstplannen zijn op korte termijn. Voor het Nationaal Jeugdparlement. Ja, van het parlement. Ik moet aangeven dat het Nationaal Jeugdparlement zitting heeft van 2017 tot 2020. We zijn, je kan zeggen, bijna aan het eind. En in februari zijn we gekozen. 13 februari was dat. 2017. Dus nu zijn we aan het eind, zo'n beetje. We zitten nog omdat de verkiezingen van
de nieuwe verkiezingen nog niet aangekondigd zijn. Okay. Nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Ergens in december heb ik vernomen. Dus dan ben je nog in de positie om te dienen. En dat doen we nog steeds. Dus we zijn nu op het punt waar we zo'n beetje afbouwend bezig zijn. Ja. Maar het werk wordt nog steeds gedaan. We proberen altijd nog beleid te gooien op dat stukje jeugdbeleid, dat stukje policy. Wij moeten vorm en inhoud geven. Wij proberen ook vorm en inhoud aan te geven. En we voelen ons geroepen. Dus de planning is dat we midden de vaste commissies evaluaties maken over de werkzaamheden die we toen hebben vastgesteld. Welke zaken zijn gerealiseerd en binnen welke gebieden zouden we toch nog steeds in moeten gaan focussen. Zaken als onderwijs. Niet lang terug hebben we een rapport afgestaan aan het ministerie over een aantal punten. Dat we gerealiseerd zien te krijgen en waarop er gewerkt moet worden. Dus we blijven die zaken volgen, ook op gezondheidssector. Dus ja, het werk wordt op een iets lager pitje gedaan, ja. Maar er zijn nog heel veel zaken die wij moeten afronden. Oké. Goed. Heer Koniki, dan zijn we zo zoetjes aan het einde gekomen, ja, van deze mooie, strakke aflevering van Opinie. Maar meestal, als we afsluiten, dan vragen we de gasten. Voor u als gast, zeker voor uw doelgroep. Misschien hebt u een korte boodschap voor de jongeren. In het bijzonder de jongeren natuurlijk. Klopt. Ik denk dat het belangrijk is richting de jongeren, maar ook naar de samenleving. Gezien gisteren nog de dag van de vrouw was. En dat het heel belangrijk is om te proberen dat wij respect afgooien op onze vrouwen. Zij vormen een hele belangrijke... Ze hebben een hele belangrijke functie binnen de samenleving. En we weten hoe sterk onze vrouwen kunnen zijn. We hebben allemaal een moeder, bepaalde niet meer. Maar die moeders, zij hebben altijd de positie binnen het gezin om veel meer dat stukje gevoel en dat stukje liefde te gooien. En ik denk dat wij, wanneer wij als mensen, precies zo hoe bloemen, water nodig hebben om bloemen te zijn, hebben wij liefde nodig om mensen te zijn. Snapt u me? En we moeten proberen om dat stukje gender erin te gooien. We moeten proberen om elkaar te respecteren. We zijn als gelijke partner geschapen, de man en de vrouw. En dat moeten we altijd vasthouden. Wat handig is om mee te nemen, is dat wij allemaal, de man, de vrouw, hebben we verantwoordelijkheden. En die verantwoordelijkheden moeten we niet meer nooit zien te schuiven onder tafels en stoelen. Maar te alle tijden moeten we op het punt zijn om daar te staan voor onze verantwoordelijkheden. En dat is iets dat ik wil meegeven. Dat de jongens moeten proberen hun best moeten doen om elke keer weer respect te hebben voor vrouwen. En omgekeerd. Want het is belangrijk, het is handig. We moeten het samen doen. De vrouwen ook weten dat de man niet voorop staat of zij niet voorop staat, maar dat we op één gelijke hoogte staan en dat we het samen moeten doen. Ook nog wil ik zeggen dat de vrouw, ik moet ze feliciteren, je ziet dat ze hun best doen, heel hard ook, keihard werken om hun positie in te nemen in de samenleving. En wij als mannen, zeker ik, zal ze ondersteunen en de ruimte geven om die positie in te nemen. Omdat de vrouw nogmaals een hele belangrijke factor hebben in de samenleving. Dat stukje leiderschap bij hun is ook meegenomen. Is ook heel breed. En ook wordt dat gewaardeerd. Je ziet het ook terug in de performance van de vrouw. Ja. Dus ik denk dat we de vrouw moeten ondersteunen. Maar ik zeg ook, we moeten personen niet zetten voor het zetten. We moeten personen zetten op basis van de competenties. Oh, en op basis van wat we kunnen. En dat stukje gunfactor bij de mens, bij de man, maar zeker ook bij de vrouw, naar de vrouw toe. Ik vraag dat dat steeds meer komt en dat steeds meer mag blijven. Mooi. Dus dat is mijn boodschap voor vandaag, naar iedereen van de samenleving, jong, oud. En ook zij met een beperking moeten we meenemen, iedereen. Let goed op jezelf, let goed op je hart, want daar zit de liefde in. Mooi. Mooi, keiharde boodschap. Ja. Heer Koniki, keiharde boodschap. Dat is prachtig. Ik zou niet zo mooi deze boodschap kunnen verwoorden als de heer Koniki, voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement.
Dat was het dan voor deze aflevering van Opinie. Ik moet nog even bijkomen van die mooie boodschap van de heer Koninkie. Mocht u deze aflevering hebben gemist, dan kunt u dan rustig op de woensdag wachten en op de vrijdag. Dan herhalen we hem om 8 uur. En mocht u die 2 dagen ook hebben gemist, dan gaat u rustig dan op YouTube. Op de YouTube-channel Nationaal Informatie Instituut. Dan zoekt u dus dan deze aflevering op van de heer Koninkie. Voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, waar wij spraken over de wetten die sinds kort zijn aangenomen om vooral de jonge mens te beschermen tegen een aantal zaken. Blijft u vooral kijken naar kanaal 8.3, zeg ik altijd. Dan weet u zeker dat u niks mist. En zeker weet dat u de juiste informatie krijgt. Dat u, dan hoort u geen broeiazaken en onwaarheden en een heleboel zaken die niet kloppen. Maar als u gewoon blijft kijken naar GovTV, kanaal 8.3, dan weet u keihard en zeker dat u alles krijgt. En dat het de juiste informatie is, uiteraard. Mijn naam is Ryan de Gama. En ook weer vanavond wens ik u verder een fijne kijkavond. Goedenavond. Opinie.